Math is a wonderful thing. Math is a really cool thing. So get off your act, let's do some math. Math, 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 math. Hoeveel graden de draaiing van één zo'n spel is? Dat is een van de vragen die Leon van den Broek ons stelt in zijn boekje over de puzzelwandeling door Nijmegen. Vandaag gaan wij in Campus Volk een deel van de wandeling lopen met Leon. En vragen we hem of zo'n puzzelwandeling nou ook leuk is voor studenten. De draaiing is 530 graden. We zullen eens zien hoe een absolute analfabeet in de wiskunde zoals ik de rest van de vragen gaat oplossen. We staan hier inmiddels met de heer Van den Broek. Wat u eens iets over de puzzelwandeling. Ja, dat is een unieke wandeling. Ik denk zelfs in de hele wereld, maar dan zeg ik veel. Ik denk dat in ons land is in elk geval nooit iets dergelijks verschenen. Lijkt me sterk dat iets van dit niveau is verschenen. Het is een hele andere puzzel, het zijn heel andere puzzelvragen dan je gewend bent. We hebben 28 unieke vragen. Ze lijken niet op elkaar. Bij elke vraag moet je nadenken. En dat is best moeilijk. Het is makkelijker om een algoritme toe te passen, een regeltje. Dat heb je op school geleerd en heb je op school niet geleerd. Je hebt alleen maar je gezonde verstand nodig. Ik heb net hier de vragen opgelost, dus ik stel voor dat we naar de volgende gaan. Maar dan is dit ook een driehoek, denk ik, als je zo twee samen neemt. Ja, dat wordt een driehoek, ja. Oh mijn god, ik weet het nou al niet meer. 24, is dat het antwoord? Nee? Systematisch tellen is moeilijk. Nee. Daarom zeg ik ook, je moet met z'n drieën zoiets lopen. Mm-hmm. Want iemand anders die zegt dan wel, hè, je bent die ook nog vergeten en die ook nog. Nou, gaan we naar de volgende vraag. Er gaat natuurlijk ook een vraag over de Sint-Stevenskerk. Deze heeft betrekking op het chronogram wat onthuld is bij voltooiing van de restauratie. Er staat een Latijnse tekst op en de vraag is dan welk jaartal er uitkomt in de optelsom van de verschillende Latijnse cijfers die in de tekst staan. Dus ja, dat is het idee, ja. V is 5. Ja. Plus D is dus 510, is 610, is 710, 1210, 1211, is 1711, 1811, 1816, is 1817, is 1867. Dan is de restauratie dus voltooid in 1869. Ja. Nee, 1969 ja, staat hier. Ja, dat zei je toch ook 1969? Nee, ik zei echt 1869. Ja, daar heb je een C gemist. De laatste vraag op het Sint-Stevenskerkhof heeft betrekking op de gevel hier achter ons. Ik lees hem even voor. Die bestaat volgens de vraag uit blokken. En het trapje van de gevel zou dan bestaan uit 16 blokken. Zo. In vier lagen, ja. Ja. De bovenste dus, dan heb je er 3 onder, dan heb je er 5 onder en daaronder zitten er 7. Denk de trap voortgezet tot aan de begane grond, dan heeft hij 12 lagen. Hoeveel blokken zouden de 12 lagen tellen? Ja. Nou, ik denk dat je dus gewoon, daar komen er volgens mij, als je de trapje telt, per laag steeds 2 bij. Maar ik ben lui, ik wil het snel kunnen uitrekenen. Dat is goed jij dus. Ja. Nou ja, 2, 4, 6, 8. Nee, dat is fout. Dat is niet zo makkelijk. 4? Nee, het is niet makkelijk op de manier waarop ik het nu doe. Nee, maar wat is nou een snelle manier om dit te kunnen berekenen? Nou, kijk, een overtuigende manier. Het gaat als volgt, hè. Je kunt zeggen, ik let alleen even op het bovenste dingetje. Dat is 1 laag, dan heb ik 1 blok. Dan neem ik 2 lagen. Dan komen er 3 bij. Dan heb ik dus 4 blokken. Hè? Dus 1 en 2, 4. Mm-hmm. Onthoud even. Ja. Kom weer een laag bij, 3 lagen. 3, 9. Neem er nog een laag bij. Ja, dan zitten we op 7 erbij. Is 16. 16. 4, 16. Nou, neem er nog een laag bij, 5.
komen er 9 bij. Dat is 25. Ja, als je er dan nog een keer laag bij doet, kom je op 36. Ja. Zes lagen, 36. Nou, we hebben zojuist een heel deel van de buswandeling gelopen. Maar nog niet eens de helft, denk ik. En we zijn al best wel lange tijd bezig geweest. Hoe lang schat u nou in dat de hele buswandeling duurt? Ik denk dat die in zijn geheel 5 uur duurt. En dat is niet lopen, want lopen ben je in een goed uur er doorheen. Maar je moet de vragen oplossen. En als je nou 10 minuten per vraag rekent, dan zit je zo tegen de 5 uur. En dat is veel, dat weten wij. Dat is eigenlijk is dat het zwakste punt van de puzzelwandeling. Nou, je komt wel langs allerlei plekken waar je wat kunt gebruiken. Of je knipt de wandeling in tweeën. Of zoals iemand zei, in 28e. Nou, ik kan ook zeggen dat ik heel positief ben over de wandeling. Ik zal niet zeggen dat het makkelijk is, want ja, ik ben nooit heel goed geweest in wiskunde. En zelfs dit wiskundig denken is af en toe nog wel een beetje te moeilijk. Maar het is zeker wel te doen. En ik zou inderdaad de wandeling in meerdere delen knippen. En dan gewoon na elke vraag even de kroeg induiken. Maar op een katerige zondag is het zeker een aanrader om dit te gaan doen. Night is a wonderful thing. Night is a really cool thing. Schaf de school af en laat de leerlingen nadenken. En daarvoor is deze puzzelwandeling uitermate geschikt.